Yo guys, Gletsch hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Half-Life Posing Force. Vorige keer zijn we hier gebleven met deze leuke man. Hallo. Ja, kijk dan weg, dommerik. Dus nu moeten we hier verder. De vorige keer hebben we zo'n heel leuk groot parcours gedaan. En dan gaan we dus niet meer terug. En ik denk dat ik zelfs hierin kan. Ja, voilà. Dan ga ik wel die man moeten achterlaten, maar ja. Oké, als wij ga je het toch achterlaten. Why do we always have to clean up a mess the grunts can't handle? Tell me about it. I just want to deliver the package and get out of here. Wie zei jij, yeah. Sooner or later the grunts are gonna figure it out. Die zien er niet zo vriendelijk uit. Ik kan mijn beste wapen klaarhalen. Daarom dus. Oké. Oh. Doei. Oké, what the fuck. Oh! Auw. Hey. Was hij jij dat ik niks kon doen of wat, dikzak? Kom dan hier, hè. Ja, ik zie wel dat je gewond bent, dikzak. Hey, niet weglopen, hè. Dat was slim. Ah. Hij is doodgegaan door zijn eigen turret. Ah, hallo. Niks gebeurd. Ik leef nog. Ik leef wel nog. Geen fucking idee wat er net is gebeurd. Maar hey, welkom bij een nieuwe aanval. What the fuck? Ik bedoel natuurlijk met een nieuwe Half-Life. Oh. Half-Life Opposing Force. Holy shit. Ah, ik kan hierin. Nice. Hallo. I don't think I'm gonna make it. I need a medic bad. Ah, oh, maar ik ken een merk. Oké, kom mee, jong. Help hem. Man, don't worry, soldier. I'll have you fixed up in no time. Oké, fix hem even. Ah, lekker speetje. Er zijn er nu twee vrienden. Die heeft wel veel bloed verloren, die gast. What the fuck? I was told to guard this area. Een spuitje en dat helpt, jong. Hey, kom mee, gasten. Ik ben benieuwd hoe lang het nu gaat duren voor ze één fucking deur gaan openen. Oké, doe dit open. Ah. Oké, amai. Hij had zijn sigaret ermee aangestoken, nice. Oké, ik hoop echt dat ik u niet moet afknallen, want jij werkt hier toe echt wel goed mee eigenlijk. Maar oh wee als je niet goed meewerkt. In ieder geval, er is dus, hij mag eerst kijken. Hè. I'll tag him, you bag him. Oh boy, denk niet dat hij nog leeft. Ah, zoiets. Ik ga daar een C4 gooien, want C4's gebruik ik toch amper. Dus zo. Area secure, sir. Inderdaad. Zoals een echte baas, joh. Oké, maar waar is ah ja, juist, onze vriend is allemaal ontploft. Kijk, hier ligt zijn. Wow, joh. Hij is wel een oog kwijt. Hij heeft nog één oog dood, maar... Oké. Okay. Secured access, Lambda Sector Transport. Corporal, what the hell is going on here? Nobody told us about black operations in the mission briefing. Yeah, I mean we're all on the same team. Ah, right? Die mannekes zijn black operation. Well, I'm not sure what their mission is, but we need to keep moving. There's gotta be a transit car somewhere on these tracks. Okay. Wow, die gast heeft een gif. Government cover-ups were not in my job description. Squad, quiet down. Okay. Oh, what the fuck? Hey, dikzak. Ja, dit overleef ik niet. Ja, wauw. Dit wapen is bijna op. En er zijn van zo van die irritante gastjes. Oh, wacht. Ik heb een vies goed idee. Bitch. Nee, laat ze maar tot hier komen. Nee. Dat zou ik niet doen. Dat zou... Kom mee. Kom mee. Snel. Oké, wacht. Kom. Oké. Ah! Wauw, jullie komen mij gewoon helpen, want anders lukt deze niet. Dat was een triple kill. Oké. Dat was een teveel kill ofzo.
is hij al dood? Nog niet. Guys, jullie mogen ook iets doen. Ik moet niet alles. Wat? Maar joh, is dat teleportation man ofzo? Oké, nu kan ik dit aanzetten. Oké, nice. En iedereen leeft nog, mooi. Kom, we gaan gewoon verder. En nu hebben ze zelfs beslist om ook wel hun eigen mannen te doden. En dat is eigenlijk vrij ziek. Want die zwarte mannetjes zijn ook van van de regering ofzo, ik weet niet, ja, van het land. En nu gaan ze letterlijk ook ons ook gewoon killen. Metro! Oh, wanneer gaat die kutmuziek stoppen? Wey, yo. Het is precies vrij serieus. De muziek en zo. Ah ja, nice. Als je er een gooit, kun je er een terugkrijgen, zo vriend. Merci. Ik weet niet wie dat deed, maar... Wacht, Negev. Negev. Ik heb een fucking Negev. Oh, wat is dit? Oh, armor. Oké. Oké, dat werkt vrij goed. Auw. Hallo. Hoe gaat ie? Ah, ik moet echt goed mikken. Dat is het probleem. Ah, hoe moet ik daardoor? Wel terug mijn eigen metro, though. Ah, dat was lekker geschoten. Oh. Oké, ik was net op tijd weggesprongen. Ja, als je niks doet, dan heb ik ook een bad feeling erover, jong. Ah. CC, die heeft gewoon al de eigen mannen neergeschoten. Holy shit. Godverdomme. Hoeveel zijn daar? Ja, ik ben dood. Ja, kill me maar al gelijk. What the fuck? Ah, helemaal van hier, yes. Uh-oh, pas op. Ja, jij wordt dood. Allee. Godver, let op. Hoezo leven die allemaal nog? Hier waren er ook je. Ik zweer dat er hier ook waren. Ik zei het. I fucking called it. Oh nee, mijn vriend is dood. Denk ik. Oh joh, dat zijn vrouwen, ja. Oh ja, yeah, lekker in het bos. Who wants some mate? Maar ah, ineens zijn al mijn beide. Oh, dat heb ik wel gezien, vriend. Ah, ik heb al zoveel shotgun calls dat jij niet meer mag krijgen. Oké, ik denk dat ik terug met mijn metro mag rijden. Kijk, als er echt één gast in front of my muil staat, ik krijg een gap op zijn gezicht. Oh ja, en dan mag ik naar achter. Oh yes. Oh, wacht, stop eens. Amai, ze hebben de sound effects aangepast. Oké, let's go. Oh, nice. Ik vind dat zo leuk. En metro's? Fucking hell. Echt een van de leukste dingen uit Half-Life. What the fuck? Oh, dat was niet de bedoeling. Oké. Dat was raar, maar... Mijn metro kan omdraaien ofzo, dit is een super metro. Maakt echt wel een irritant geluid, what the fuck. Maar maakt niet uit. Zo. Oké. Fuck you. Oh, hier kunnen we hoog snel hier halen. Stop eens. Wat is hier te zien? Oh, hier was ik vorige aflevering. Cool. Oké, cool om te zien. Volgende halte, yeah. Ah, dat is zo cool, I guess. Holy shit. Ik zeg, hier gaan een paar vieze rakkers staan. Doei. Eindelijk.
En ben wel fucking, ja. Omdat ik die brawl gun gebruikte, ben ik nu fucking veel geld kwijt. Maar ik heb wel nog rocket launcher bullets erbij. En dit. Dus ik mag niet zagen in principe. Oké. Okay. Ja, geef me EOS zich. Ja, ik gebruik gewoon mijn rocket launcher niet zo vaak. Ik moet dat er tegen schuiven en dan opklimmen. Damn, ik ben een slimme boy. Zo, oké. Okay. Ah, maar ik mag niet meer terug naar mijn metro of zo. Nee, come on. Dat was een korte reunion. We are not. You must go now. Oh, ik zit hier. Holy fuck. Dat is van aflevering 17. Freeman. Ah ja, juist. Al die monsters die ik had achtergelaten. Gordon. Dat was fucking Gordon. Oh boy. Volgens mij werkt de shotguns redelijk. Ja, dat werkte redelijk goed. Oké, okay, waar moet ik? Oh, rip. Oh, fucking graaf. Doei. Wat achter wat er in die teleporter was, dat is voor de volgende keer. En als je het een beetje leuk vond, dan was het een blauw ruimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer ga je verder met Half-Life Opposing Force. En ik zeg ciao.